Wilfried Peters, ik zag Remco binnenkomen zonder ontgoocheling of zonder ook extreme tevredenheid. Hoe kijken jullie terug op vandaag? Maar natuurlijk, hij moest proberen geen tijd te verliezen. En je weet dat Roglic meer explosief is. Voor hem is er niks gebaseerd. Het gat is achter hem gevallen, dat is positief. Het verschil is ondertussen wel oplopen tot een klein half minuutje. Het verschil is een beetje vergroot met Roglic, de kloof. Ja, natuurlijk zijn bonificatieseconden. Dat is natuurlijk altijd wel... ik denk dat Roglic explosiever is op zo'n klim. Oké, we hebben niks verloren, dus laten we kijken naar volgende week. Op schema. Tot nu toe wel, zeker en vast. Oké.